Ga rustig zitten of liggen en zorg dat je de spanningen van vandaag los kan laten. Ontspan. Ontspan vanuit je hele lichaam, vanuit je voeten en zo omhoog. Naar de keel, je voorhoofd en je kruin. Ontspan. En probeer naar je ademhaling te gaan. Voel hoe jij ademhaalt. Voel hoe jij de lucht van je omgeving binnenneemt. Vandaag gaan we met de energie naar een vulkaan. Een vulkaan die op uitbarsten staat. Kijk eens naar de vulkaan. Je raakt niet bezeerd. Je kan de hitte aan. Hijs je in een hittebestendig pak, waarin je dus helemaal niets van de hitte kan opvangen. Ga één worden met de vulkaan. Dan voel jij de hitte van de vulkaan in je eigen systeem. En kijk eens wat dus de energie daarin jou te vertellen heeft. Vuur. Laat het in jouw systeem verwarmen. Vuur. Kan zijn dat het vuur heel erg krachtig is. Kan je daar niet goed mee omgaan? Doe er wat koelte bij van het water. Vuur, omdat het jou in jouw levenskracht mag activeren, in jouw levenskracht mag ontmoeten. Vuur, omdat het verbinding met jou mag maken en heb je er problemen mee. Bedenk dan dat er dan iets is dat zorgt dat je er niet volledig mee vertrouwd kan raken. Misschien zit er een trauma voor. Fantaseer dan water of fantaseer dan wind. Vuur. Omdat jij meer kracht mag voelen. En je merkt dat je systeem een uitweg zoekt voor veel vuur. Waar gaat het jou naartoe brengen? Wat mag je daarvan leren? En welke organen in jou blokkeren dat stuk vuur om naar buiten te kunnen? Vuur. Vuur. Omdat het jouw systeem in beweging brengt. Omdat het wil communiceren met je hart. Vuur. Heb je te veel vuur? Zorg dan dat het weg kan stromen. Heb je te veel vuur? Zorg dat je systeem een stuk aarding, een stuk ruimte erdoor kan krijgen. Vuur.
Activeert je passie. Activeert je zijn. En zorgt dat je kan aarden. Omdat dit element je helpt in evenwicht te brengen. Vuur in jou. Vuur als een vulkaan. Vuur. Het vuur haalt de gedachten van je weg. Het vuur zorgt dat je hartritme rustiger wordt. Laat het ontstaan. Laat het stromen. En zoek de kristallen die ontstaan omdat vuur zoveel hitte heeft. De kristallen en de diamanten. Mag jij als gift van de vulkaan met je meedragen. Gebruik dit om meer van jouw vuur te kunnen genieten. Laat het stromen. Oké. Dit was de meditatie. De steen die bij een vulkaan hoort, kan diamanten zijn. Bijvoorbeeld een Herkimerkie diamant is een hele spatheldere steen die je helpt om via je vuur naar buiten te komen. Ook een agaat wordt gevormd door de vulkaan. Het is opgebouwd uit lagen lava die langzamerhand stollen en groter worden. Je kan deze stenen kopen bij www.steen-rijk.nl. Steenrijk.